onderzoeken en behandelen we het gewichtdragende deel, het niet gewichtdragende deel, de flexie van de heup en de enderotatie van de heup. We beginnen in het gewichtdragende deel. Dit doen we door de patiënt in ruglicht te laten liggen. Je zult tegenkomen in de praktijk dat als iemand gaat staan en de beweging naar achter wil inzetten met de heup, de enderotatie beperkt kan raken en kan zorgen voor extra lordose in de lage rug, wat op den duur klachten veroorzaakt. Om dit te onderzoeken, leggen we de patiënt op de rug, maken een enderotatie van het been aan de rechterzijde en een enderotatie van het been aan de linkerzijde. Stel dat de rechterkant beperkt is, kunnen we dit behandelen door een tractie te geven in de maximum loose back position, dus in de 30 graden stand. Dit kunnen we uiteindelijk ook manipulatief doen, op deze manier. Dit was de behandeling voor het gewichtdragende deel. Voor het niet gewichtdragende deel ziet hij er als volgt uit. We omvatten beide armen zo dicht mogelijk bij het heupgewricht. Maken een schepbeweging en bewegen naar lateraal. Om dit langer te kunnen volhouden is het raadzaam om een mulliganband aan te schaffen. Na 20 tot 30 seconden laten we weer los. En dit was de beweging en behandeling voor het niet gewichtdragende deel. Voor een flexiebeperking van de heup zetten we de onderbeen van de patiënt over je schouder. Doen hetzelfde als net. Dus we maken weer een schepbeweging en bewegen naar jezelf toe. Dus richting de voeten van de patiënt. Schepbeweging. En houden weer 20 tot 30 seconden vast. Voor de endorotatie komt de patiënt wat meer naar de zijkant van de bank. Laat het been afhangen. Je gaat tussen de bank en de patiënt in staan. Je zet de hand bij de heupkop, bij de hals van de heup. En we bewegen dorsolateraal. Dit houden we 20 tot 30 seconden vast. En na 20 tot 30 seconden kijken we opnieuw hoe de bewegelijkheid van de enderotatie is. Dit kun je uiteraard ook weer doen met de mulliganband om het langer vol te houden.